allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Insultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, sorry dat ik even een tijdje niet gepost heb, maar ik ben momenteel heel druk met andere projecten. Wat dat is, ga ik nog vertellen. Er komt nog een vlog over, ik ga nog een vlog maken. En hij zit allemaal dubbel, joh. Nou, maakt niet uit. Laat mijn baard groeien, denk ik waarschijnlijk. Daar ben ik mee bezig in ieder geval. Ik weet nog niet of dat het een blijvertje wordt. Ik heb nu een beetje stoppeltjes. Maar ik wil eens even kijken wat er gaat gebeuren. Of dat het een beetje staat. Dus vandaar in ieder geval. Ik ben met een heleboel projecten ben ik bezig. Of met een project ben ik bezig. En dat is een nieuw project van mij op YouTube. En daar ga ik nog verder later meer over vertellen. Wat heb ik de afgelopen weken gedaan? Of weken gedaan? Ik ben naar Hardenberg geweest, naar de beurs. Nou, ik heb weer niet gefilmd. Maar het was ook stukken minder, vond ik, dan de afgelopen jaren. Het wordt steeds elk jaar een beetje minder. Heel erg jammer. Maar goed, in ieder geval, ik vond het wel weer leuk. Het is gewoon gezellig met collega's, lekker op pad. Gewoon gezellig. Hartstikke tof. Ik ben momenteel heel erg veel bezig met Euro Truck Simulator. Maar daar ga ik dus binnenkort wat meer over vertellen. Want dat is dus een nieuw project. En wat dat is, ga ik nog allemaal vertellen. Ik heb 3 mededelingen die ik wou doen. Even kijken, ik wou deze mededeling wou ik doen. En ik wou nog 2 andere mededelingen nog gaan doen. Waarvan ik er eentje even voorlopig weer vergeten ben. Oh jeetje, jongens. Hou me vast. Af en toe vergeet ik wel eens dingen. Waarom staat mijn licht trouwens op groen? Want die moet op blauw staan. Ik vind blauw altijd heel erg mooi. Dus vandaar. In ieder geval ben dus druk bezig. Achter de schermen ben ik druk bezig. Binnenkort komt er weer een metro simulator serie, zoals ik al vertelde. Ik ben met Eurotruck ben ik bezig. Ik heb een nieuwe partner in Eurotruck Simulator. Joost heb inmiddels ook het spel gekocht. En gaan we gewoon lekker spelen. Dus, ik weet alweer het tweede ding is. Maar dat komt in een andere vlog eventjes. Dit is even een snelle vlog. Eventjes over wat er de afgelopen weken, wat ik de afgelopen weken gedaan heb. Een hele hoop dingen gedaan. Minder leuke dingen. Leuke dingen gedaan. Hardenberg beurs geweest. Gewerkt. Nog niet gevlogd. Dat nog niet. Binnenvlogs. Nu dus weer. Maar ik heb ook nog 2 mededelingen. En daar wil ik even 2 aparte video's van maken. Want anders wordt het echt een zootje. Ik kan alles in 1 vlog proppen. Maar dan wordt het helemaal onoverzichtelijk. Ik wil gewoon eigenlijk bij elk onderwerp wil ik een vlogje maken. Dus daarvoor eventjes dus 3 vlogjes zijn het met spraak. Dan kan ik het wat makkelijker vertellen allemaal. Dit was eventjes van hoe het geweest is. Nou, ik ben naar de beurs geweest. Ik hoop dat Ger binnenkort weer beter is. Dan gaan we weer buitenvlogs opnemen. Voor de rest, weet ik het eigenlijk niet. Druk bezig. Druk. Werk druk. Als ik thuis kom op de computer, ben ik druk bezig met dingen. Dus voorlopig zit er nog genoeg in het vat. Ik heb trouwens, jullie weten, ik heb zo'n irritant ding. Nou ja, hij was niet irritant, maar hij is nu irritant. Hij staat krom. Ik snap er echt helemaal geen hol van. En hij kiept elke keer terug. Dat is echt super irritant, maar goed. In ieder geval, dit staat ook niet echt helemaal recht. Het is echt, het is een zootje, jongens. Ik weet niet wat er allemaal mee is, maar goed. In ieder geval, ben ik druk dus met dingen bezig. En zo gauw als het weer wat mooier weer is, dan ga ik weer naar buiten.
Dus voor de rest gaat het goed. Met Bukito gaat het goed. Met Dribbel gaat het goed. Bukito was natuurlijk al een hele tijdje. Ging het niet zo lekker mee. Nou, momenteel is hij weer aardig opgekrabbeld. Het gaat weer aardig de goede kant uit. Ja, maar Feyenoord gaat het ook even wat minder. Ja, afgelopen zondag een verschrikkelijke 2-2 tegen NEC. Terwijl je 2-0 voor staat. Ja, dat was wel heel erg jammer was dat. En ik wil eigenlijk toch dit jaar weer wat meer kermissen gaan doen dan vorig jaar. Want ik heb vorig jaar heel weinig kermissen gedaan. Ik wil nu weer echt weer in de zomer wil ik weer kermissen gaan doen. Want dat is gewoon, ja, kermissen is gewoon leuk. Gezelschap, vrolijkheid op de kermis. En daar hou ik van. Ik hou van vrolijkheid. Dus we gaan gewoon weer lekker verder met leuke video's maken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.